En dan is je ijsje af. Dan gaan we nu de andere bloempot afmaken. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Action DIY. Mijn naam is Elise. Misschien ken je mij wel van mijn eigen creatieve YouTube kanaal Elise Dingen. En vandaag heb ik weer een leuke zomerse DIY voor je. Ben je net als ik dol op schilderen, knutselen en creatief bezig zijn? Geef deze video dan een duim omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Als basis voor onze DIY van vandaag gebruiken we deze bloempotten. Deze zijn heel handig om over je balkonreling te hangen, maar je kunt hem natuurlijk ook aan je schutting hangen. Ik gebruik een okergele en een groene. En voor beide varianten heb ik een ander leuk idee. Daarnaast gebruik ik acrylverf. Action heeft veel leuke kleuren, maar je kunt natuurlijk ook je eigen favoriete kleuren mengen. En om te kunnen verven hebben we natuurlijk ook kwasten nodig. Dat was het. Tijd om te beginnen. Ik begin met de okergele bloempot. Hier wil ik een ijsje van maken. En daarvoor meng ik eerst rood en wit om zelf een mooie roze kleur te maken. En zoals je ziet heb ik mijn tafel beschermd met een placemat en ik gebruik een bordje om de verf op te mengen. Dit kan natuurlijk ook op een papieren bordje of op een palet als je dat hebt. Maar zorg er in ieder geval voor dat je ondergrond goed beschermd is. Als basis voor mijn roze verf gebruik ik wit. En daar doe ik steeds een klein drupje rood bij om het een mooie roze kleur te maken. Ik doe het op deze manier en niet andersom, omdat de rode verf veel overheersender is dan witte verf. En zo kun je het makkelijker afstemmen naar de kleur die jij wil. Oei, ik denk dat dit dus al een beetje veel is. We gaan het gewoon zien. Ik pak er een kwast bij en we gaan de kleur mengen. En je zult zien dat het eerst een heel zachte roze kleur wordt. En hoe meer rood je toevoegt, hoe donkerder en feller de roze kleur wordt. En zoals je ziet pak ik er gewoon steeds een klein beetje rood weer bij. Dat meng ik met de witte verf. En als ik denk ik wil het nog iets verder hebben, dan pak ik weer een beetje rode verf. Ik doe er nog een heel klein drupje rood bij. En mocht het al te donker worden, dan kunnen we altijd weer een beetje witte verf toevoegen. Mijn idee is dat mijn bloempot een soort ijshoorntje wordt. En aan de bovenkant wil ik dan ook een beetje ijs maken wat zogenaamd over het randje van het hoorntje zit. Dus dat is wat we gaan maken met de roze verf. Ik maak eerst de buitenste lijnen en daarna kleur ik het in. En omdat het ijs moet voorstellen, maak ik de lijnen niet heel erg strak. Ik maak het juist een beetje speels, een beetje verschillend, niet te perfect. Vergeet ook niet om deze bovenste rand mee te nemen. Zo, terwijl ik de eerste laag van ons ijsje laat drogen, ga ik alvast verder met de volgende pot. En dat is deze groene. En hier wil ik een bladerenpatroon op maken. Daarvoor wilde ik deze groene verf gebruiken. Maar ik ben heel benieuwd of die op gaat vallen op deze kleur. Desnoods kunnen we hem dus altijd een beetje mengen naar een andere tint. Het idee leek me in ieder geval heel erg mooi om een beetje in dezelfde tint te blijven. Zodat het er niet heel erg schreeuwerig op lijkt, maar dat het er mooi bij past. We gaan het gewoon proberen. Ik pak een beetje verf en ik begin als eerste met het zetten van een aantal lijnen. Ik maak de lijnen expres een beetje kronkelig. En van sommige lijnen maak ik dan een blad. Je ziet dat deze lijn een beetje een bocht maakt naar rechts en dan omhoog gaat. Dus vanaf hier maak ik ook een beetje een bocht naar links en dan ga ik naar hetzelfde puntje weer omhoog. En zo krijg je een vorm van een blad. En in het begin ziet het er misschien nog een beetje gek uit, maar dat komt omdat we een beetje opbouwen. Dus er komt steeds wat meer bij. Dat is het leuke van dit soort DIY projecten. Je kunt het maken op een manier zoals jij het leuk vindt. Dus je hoeft niet precies hetzelfde te doen wat ik doe. Geef er gerust je eigen draai aan. Hier maak ik meteen een blad. Dus ik maak een beetje een bolling, een ronde vorm. En het gaat naar een punt toe. En vanuit die punt maak je eigenlijk een bolling de andere kant op. Weer terug. En deze vorm die vul ik dan in met verf. En ook hier gaan we straks een extra laagje verf overheen doen. Ondertussen is mijn eerste roze laagje zo goed als droog. Dus die geef ik gewoon nog een beetje extra verf. Nog een extra laagje. Het ziet er al mooi uit, maar hier en daar heeft het nog wat kale plekken.
En ja, wacht wel tot de verf echt een beetje droog is. Want als de verf nog nat is en je gaat er weer overheen, dan smeer je eigenlijk de verf er weer van af. En dat wil je natuurlijk niet. Terwijl mijn tweede laag roze verf goed aan het drogen is, ga ik alvast met bruine verf een grid maken. Dus ik maak diagonale lijnen. En daar maak ik dan eigenlijk de andere kant op weer lijnen doorheen. En zo wil ik het patroon maken wat je eigenlijk ook op een ijshoorntje hebt. Ik doe dit met het smalste penseeltje wat ik kon vinden. En ik maak dus diagonale lijnen van boven naar beneden. Ik probeer tussen alle lijnen die ik zet evenveel ruimte te houden. Dat lukt niet overal en het geeft ook niets. Ook dit hoeft niet perfect, het hoeft niet super strak. Maar probeer ongeveer evenveel ruimte tussen je lijnen te houden. En pak niet te veel verf zoals ik heb gedaan, want dan krijg je dit soort klodders en dat wil je niet. Als je die diagonale lijnen de ene kant op hebt gemaakt, is het tijd om er lijnen doorheen te maken de andere kant op. Dus zo. En zo creëer je dus het ruitpatroon wat op een ijshoorntje zit. Dit begint steeds meer op een ijsje te lijken. Als laatste gaan we nog sprinkles toevoegen. Ik gebruik daarvoor witte verf en een beetje lichtgroene verf die ik zelf heb gemengd. En een vrij rechte kwast. Ik hoop dat ik hiermee alleen maar de verf een beetje hoef aan te drukken en dat we dan een sprinkle hebben. Ik ga beginnen met wit. Ik pak een beetje verf. En ik druk de kwast dus gewoon tegen het ijs, tegen het roze gedeelte aan. Heel kort. Zo. Dan heb je een sprinkle. En dit herhaal ik over het hele roze vlak. En ik probeer de ene keer de kwast een beetje naar links te draaien en de andere keer naar rechts. Zodat de sprinkles er niet allemaal hetzelfde uitzien. Uiteraard doe ik dit ook op de rand. Zo. En dan herhalen we dit proces met de groene verf. Ik smeer het laatste restje witte verf een beetje van mijn kwast af. En dan pak ik groene verf en dan doen we dus hetzelfde. Ik gebruik nu groen en wit, maar je kunt hier natuurlijk elke kleur voor gebruiken. Een donkerdere roze kleur is ook heel erg leuk. Of geel. Of juist echt een regenboog aan kleuren. Het kan allemaal. Gewoon doen wat jij het leukste vindt. En dan is je ijsje af. Dan gaan we nu de andere bloempot afmaken. Onze subtiele bladeren die zijn inmiddels wel droog. En die mintgroene kleur die ik net voor het ijsje heb gebruikt, die gebruik ik hier ook weer. Maar dit keer om wat nerven te maken in de bladeren. Daarvoor maak ik een rechte lijn en die stempel ik als het ware een beetje op het blad. Zo. En vanuit die lijn stempel ik weer lijntjes naar buiten toe. En ik probeer een beetje af te wisselen in de lengte van die lijntjes, zodat ze niet allemaal hetzelfde zijn. En deze stap herhaal ik bij alle grote bladeren die ik heb gemaakt. En nou heb ik hier best wel een opvallende lichtgroene kleur voor gemaakt. Je kunt dit natuurlijk ook minder opvallend maken als dat is wat jij wilt. En ik denk dat ik diezelfde lichtgroene kleur ook nog gebruik om hier en daar wat extra takjes te maken. Gewoon om het iets diverser te maken. En je kunt ook gerust de kleuren over elkaar heen gebruiken. Zo wordt het wat meer een geheel. Omdat ik toch nog wat roze verf heb, lijkt het me toch leuk om hier ook wat bloemen op te maken. Dus dat ga ik doen. Ik pak er een penseel bij en ik stempel als het ware de vorm van mijn penseel op de bloempot. Dus je hoeft niet te schilderen. Je stempelt gewoon de punt van je kwast op de bloempot. En als je dit dan rondom doet, dan heb je eigenlijk heel makkelijk een bloemetje gestempeld. Dan kun je aan de binnenkant de verf eventueel nog een beetje verspreiden en laat hem dan even goed drogen. Uiteraard wordt je bloem groter wanneer je dit met een grotere kwast doet. Dus speel daar lekker mee. Probeer wat dingen uit. Alle bloemetjes zitten erop. Ik heb dus een beetje een variatie gemaakt van kleine en grote bloemetjes. Maar je zou ook alleen grote bloemen kunnen doen. Of alleen kleine bloemen. Wat jij maar wilt. Als laatste heb ik nog een beetje gele verf gepakt. En geef ik elk bloemetje nog even een kern. Een stam heet dat volgens mij. En je zou ook natuurlijk bloemetjes in verschillende kleuren kunnen doen. Bij mij hebben ze nu allemaal dezelfde lichtroze kleur. Maar ook daarin kun je dus afwisselen. Zo, en ook deze bloempot is nu af. Dit was hem alweer. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met mijn twee bloempotten. Welke vind ik zelf het leukst? Ik denk toch
deze, het ijsje. Dat is wel echt mijn favoriet. Ja, en zo simpel kan het zijn. Gewoon een bloempot zoals deze. En daar maak je dan dit van. Wat zou jij maken met zo'n basisbloempot? En zou je voor deze kleur gaan? Of misschien die donkergroene? Laat het me weten in de comments hier beneden. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren als je meer video's op dit kanaal wilt kijken. Bedankt voor het kijken. Doeg!